Oké, mensen, kijk, mijn bed is weg. Sunday. Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is Jochem en tof dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe vlog hier op dit kanaal. Het is vandaag zondag en zoals jullie achter mij kunnen zien, ik heb net de laatste Wie is de Mol Hintze Theorieën video opgenomen, namelijk van aflevering 9. En dat ging dus best wel goed. En volgende week is natuurlijk de finale van Wie is de Mol, yes! Ik heb er enorm van zin in en de week daarna is natuurlijk de Wie is de Mol Fan Day. Nou ja, in ieder geval, ik heb net even opgenomen en ik heb ook nog mijn Wie is de Mol shirt aan die veel te groot is. In ieder geval, het is nu bijna 12:30 en ik ga nu eventjes deze shit allemaal opruimen. En als ik dat gedaan heb, ga ik alvast eventjes de Wie is de Mol video bewerken. En dan hoop ik eigenlijk dat ik vanavond nog tijd heb om eventjes te livestreamen. Vandaar heb ik best wel veel zin in. Trouwens, ik ben nog steeds echt super verkouden en ja, ik weet niet wat er is, maar ik ben gewoon een beetje ziek. In ieder geval, ik ga dit even opruimen en dan ga ik even een video bewerken. Oké, de Wie is de Mol aflevering staat nog niet op YouTube, dus ik kan hem nog niet bewerken. Maakt het niet uit, het is nu 12:55 en ik heb dus nog gewoon 5 uur om hem te bewerken. Zoals jullie natuurlijk weten, ik krijg een nieuw bed. Dat is een 2-persoons bed, die is natuurlijk veel groter dan deze. Dus wat ik moet gaan doen, mijn city die eronder staat, moet ik helemaal weghalen. Maar ja, die zit natuurlijk nog vol met sneeuw. Dus ik moet eerst de sneeuw weghalen. Dus ik heb hier mijn stofzuiger. En niet getreurd voor de mensen die op mijn Lego kanaal altijd kijken. Ik heb er een video van gemaakt dat hij met sneeuw vol ligt en dat ik alles laat zien. Ik heb alleen geen tijd om hem te bewerken. Dus ja, die komt nog wel, maar ik kan hem nu dus gewoon weghalen. Dus wat ik denk ik ga doen is mijn matras afhalen. En dan er gewoon in, denk ik. Ik weet niet, ik moet even kijken. En met de stofzuiger ga ik dus altijd sneeuw weghalen. Moet ik wel uitkijken dat ik geen Lego weghaal. Sowieso, de city moet ook helemaal weg. Dus ik ga eerst even overal foto's van maken. Dat ik een beetje weet hoe alles er nog uitziet. Maar sowieso, als ik mijn nieuwe bed heb, ga ik mijn city sowieso helemaal aanpassen. Dus ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Oké, kijk mensen, ik ben al best wel ver. Zoals jullie kunnen zien, daar is nu mijn bed. En kijk, dit heb ik al gedaan. Ik heb hier dit gedeelte heb ik al helemaal gedaan. Deze shit ligt hier nu allemaal. Maar dat gedeelte heb ik dus al helemaal gedaan. Nu nog dit, maar hier ligt het meeste sneeuw. Dus dit wordt echt kloten. Ik laat gewoon al het sneeuw liggen. En dan uiteindelijk, wanneer alles weg is, dan pak ik gewoon die stofzuiger. En dan zuig ik gewoon de la leeg. En dan is het helemaal leeg. Dus ja, mijn bed komt pas over 2 weken. Maar ja, ik doe het nu alvast. En dan hoef ik het zeg maar niet meer te doen. Ik heb daar een kist, daar kan ik hoop alles in. Ik denk het niet. Maar ik ga gewoon kijken hoeveel erin past. Zoals het vliegtuig, dat gaat er niet in. De platen gaan er niet in. Van de trein gaat er ook niet in. Daar heb ik een speciale doos voor. Alleen deze shit gaat er wel in. De huisjes en zo. Dus ik ga nu weer eventjes verder. En het is echt heel vermoeiend. Ik ben al een uur bezig. Dus maar het gaat best wel goed. Oké, mensen, zoals jullie kunnen zien, alles is weg. Mijn city is helemaal weg. Oké, mensen, kijk, mijn bed is weg. Ja, ik heb mijn bed ook gewoon weggehaald. Ik wou dat net even laten zien, maar toen heeft hij blijkbaar niet opgenomen. Dus ik weet niet wat er opgenomen is. Maar mijn city is ook weg. Kijk, hier zo doos zit gewoon allemaal spullen van mijn city in. Ik heb gewoon in wat zakjes heb ik kleinere onderdeeltjes heb ik gewoon ingedaan en zo. Dus dat is best wel mooi. En ik heb ook even stof allemaal weggehaald. Bed is nu weg, staat in de andere kamer. Alleen mijn matras ligt er dus nog. Maar die gaat dus ook naar de andere kamer als ik mijn nieuwe bed heb. Maar dat doen we nog even 2 weken. En daarom doen we het ook nu. Want volgende week kan ik niet. En de week daarna is de Wie is de Mol Fan Day. Dus dan hebben we maar 1 dag en dan gaat het misschien ook niet. Dus daarom doen we het gewoon nu. En ja, ik lig hier nu gewoon 2 weken op. Ja, oké. En daarna heb ik dus een bed die ongeveer tot en met mijn verwarming komt. Wat best wel groot is. Ja, het is nu momenteel al 3:50. Dus ik moet eigenlijk zo meteen wel even de Wie is de Mol video gaan bewerken. Hij staat er online, de aflevering. Dus ik kan hem ook gewoon bewerken. Ik moet alleen denk ik even dit gaan opruimen. Ja, het is een beetje een troep. Dus dat ga ik nu nog, denk ik, even opruimen. De Wie is de Mol video is bewerkt en hij staat momenteel ook al online, dus dat is ook goed. De laatste in zijn theorieën video. Volgende week komt natuurlijk gewoon de ontknoping video. Dus ja, ik heb net eventjes een brief geschreven, want volgend jaar, als ik natuurlijk geslaagd ben en ik op een andere school zit. Ik ga trouwens de opleiding brood en banket volgen, dus ja, dat is best wel leuk.
Ga ik BBL doen, dus dan moet ik wel een leerbedrijf hebben. Waar ik dan dus 4 keer per week, of tenminste 20 uur kan werken. Misschien wel 3 keer per week, dat ik een dag vrij heb. Maar dan moet ik nog even kijken. Dus ik heb even een brief geschreven en die ga ik dan eventjes naar een bakkerij sturen. Die dicht bij mij in de buurt is. Ik slaap hier nu mooi op de grond. Hey, vet leuk. Ja. Ik heb trouwens mijn fidget spinners gevonden. Jongens, kijk. Fidget spinners. Ja, hoe oud zijn deze dingen? Al 2017. Ja, dat ik dit kanaal heb gemaakt. Hier een blauwe fidget spinner. En ik heb nog een zwarte fidget spinner. Hey, gekke shit. En ik heb natuurlijk ook die rode, maar die ligt altijd op mijn bureau. Want die gebruik ik soms wel eens. Wow, ik gebruik mijn fidget spinners. GG. Ik ga even kijken, want ik moet sowieso even mijn kamer nog opruimen. Want als die mensen dus mijn bed komen bezorgen, dan gaan ze hem ook meteen al in elkaar bouwen in mijn kamer. Dus ja, dat moet wel eventjes netjes zijn. Dus dan kan het zeg maar niet zo zijn. Nou ja, ik kan dit bijna allemaal weer opruimen. Want dat kan gewoon in de kast. En nou, wat draden en zo kunnen ook in de kast. Alleen hier moet ik nog een beetje kijken hoe ik dit ga doen. Ja, mijn tas, schooltas kan gewoon weg. Dit moet ik gewoon nog een beetje netjes maken. Mijn bureau moet ik een beetje netjes maken. Dan ga ik even eens kijken wat ik dan voor de rest ga doen. Ik heb trouwens even mijn Wies Lul spulletjes daar neergelegd. Ja, mijn vliegtuig ligt dat nu dus ook. Ja, zodra ik mijn nieuwe bed heb, ga ik trouwens meteen weer de kamer nieuwe Lego City. Dus dat wordt best wel vet. Hij is ongeveer... Mijn bed is... Ik weet niet hoe lang die is. Maar de city die eronder komt, die kan maximaal 1,40 meter bij 1,40 meter worden. Want mijn bed is 1 meter... Ik weet niet hoe breed die is. Ja, iets van 1,40 meter, 50 of zo. Nou, volgens mij, mijn bed is 1,40 meter breed. En er zitten dus maar 2 palen onder mijn bed. Die zeg maar als je in het midden ligt, dat tegenhoudt dat je bed niet uit elkaar valt. Alleen, dat gedeelte tussen die palen is 1,40 meter. Dus dan kan ik een plaat onderschuiven van 1,40 meter bij 1,40 meter. Dan kan ik dus aan de zijkant kan ik dus bijvoorbeeld nog dozen neerzetten. Want ik heb dus nog Lego dozen en al die shit. Dus dat is ook best wel nice. En ja, mijn bed die wordt dan ongeveer tot en met de kachel daar zo. Dus hij komt ongeveer tot en met hier zo. En dan heb ik alleen dit gedeelte nog om te lopen. En dan is dit gewoon mijn bed. Ik heb er best wel veel zin in om een nieuw bedje te hebben. Vooral een 2-persoonsbed is super chill. Want besef, ik heb nu dit om op te liggen. En dan wordt het gewoon... Zo breed. Ongeveer tot en met waar het statief ligt. Besef hoe breed dat is. Dat is echt vet lekker. Nou, trouwens, volgens mij wordt het zelfs nog iets breder. Misschien wel tot en met hier zo. En dit ligt hier trouwens ook. Want ik moet even mijn bed opmaken. Want die hoes moet eraf, zeg maar. En ja, ik heb er dus best wel veel zin in. 2 weken. Nou, eigenlijk ongeveer 1,5 week. En dan wordt hij bezorgd. Dus ja, ik heb er best wel veel zin in. Ik ga alleen even kijken voor mijn city. Want er is dus zeg maar, volgens mij zo'n computerprogramma dat je gewoon in zo'n soort van wereld kan gaan. Of tenminste in zo'n 3D programma. Kun je dus gewoon allemaal Lego blokjes gaan gebruiken. En dan wil ik dus even kijken hoe lang bijvoorbeeld zo'n plaat is. Zo'n grotere plaat. En hoe lang zo'n wegenplaat is. En bijvoorbeeld zo'n groene kleurplaat. En dan ga ik even kijken hoe ik dan bijvoorbeeld mijn city een beetje kan bouwen qua wegen en zo. Dat die er gewoon onder past. Want dan als mijn nieuwe bed er is, kan ik gewoon meteen beginnen aan mijn city. Ik wil sowieso wel weer een trein erin hebben. Die dan ook hopelijk binnenkort kan laten rijden. En ik wil sowieso ook weer een vliegveld erin. En ik wil ook proberen of ik misschien ook een soort van strand / zee kan maken. Gewoon met water en zo. Dat ik ook gewoon wat boten erin kan zetten. Dat lijkt me ook best wel vet. Dus daar ga ik nog eventjes een beetje voor kijken. Daar kan ik nu wel even voor kijken. Want dat is best wel vet. Want anders, ik kan het nu ook gewoon meten. En dan een beetje uitproberen te rekenen hoe je dan moet komen. Maar dat gaat best wel lastig. Dus als ik misschien dat programma kan vinden, gaat het vele malen makkelijker. Oké, mensen. Ik heb mijn computer uitgezet. Ik moet morgen natuurlijk weer naar school. Dus ik moet wel eventjes op tijd slapen. Het is al bijna 11:30. Ik ben de hele tijd bezig geweest. Want ik moest dus zeg maar, ik moet een beetje stil praten trouwens. Ik was dus bezig met die brief. Ik moest nog een cv maken. Cv ging niet goed. Ik kon hem niet uitprinten. Het ging heel verkeerd. En toen moest ik hem helemaal opnieuw maken. Het duurde me echt iets van 3 kwartier. Ik ben nu klaar. Uitgeprint. Kan morgen met de post. En dat is mooi. Ik had trouwens ook nog zo'n programma gevonden. Zo'n 3D programma voor Lego. Dat ik dat dus kan maken. En het werkte niet zo goed, dus dat is een beetje jammer.
Het is nog steeds een troep, maar ik moet mijn bed nog even opmaken. Dus dat ga ik nu ook gewoon eventjes nog doen. Nou ja mensen, mijn camera was dus weer uitgevallen tijdens de timelapse. Het is echt kloten. Ik moet echt een nieuwe camera. Hij valt steeds uit. Hij was dit keer dus blijkbaar leeg, maar soms stopt hij ook gewoon. Aangezien het schakeldingetje niet meer goed werkt. Dan gaat hij in één keer naar foto's maken en dan stopt natuurlijk de opname. En dat is vrij kloten, dat had ik net ook. Dus ja, ik weet niet wat ik gefilmd heb, maar mijn bed heb ik opgemaakt. En ik zie alweer van die knapen die met hun chipsvingers over hun tablet aan het scrollen zijn. En die aan het typen zijn, waarom heb je kussen niet gedaan? Ja, die kussensloop, die mis ik. Die ligt nu bij mijn ouders in de kast, alleen die liggen al te slapen. Dus ik heb geen zin om daarheen te gaan. Dus dat ga ik lekker morgen doen. Dus ja, dat is natuurlijk weer het voordeel van als je dit in de avond doet. In ieder geval, en dat valt je misschien ook op dat de laken nog steeds wit is. Ik had die al gedaan toen we mijn bed uit elkaar haalden. Hij was eerst zwart, die, of grijs eigenlijk, die ligt hier zo. Die had ik al eerder eraf gehaald. In ieder geval. En dan leg ik dan mensen in mijn bed, voor zover je het toch een bed kan noemen. Het is eigenlijk gewoon een matras. En daar lig ik op. Het is wel mooi. Je kunt hier mijn pc-doos zien. Hey, mijn pc-doos en mijn tv staat daar natuurlijk nog. Die nu eigenlijk veel te hoog staat. Maar ja, ik gebruik hem toch bijna nooit. Ik wil eigenlijk wel binnenkort, als ik mijn nieuwe bed heb, wil ik mijn cd-speler en mijn U-Max, dat ding waarmee je dus ook kan opnemen en zo'n betere kwaliteit tv kan kijken, wil ik weer aanzetten. En sowieso de Wii wil ik er ook nog aan zetten. Als ik die weer een keer gebruik om Mario Kart te spelen. Dat is nog steeds een leuk spel. In ieder geval. Kijk, hier staat ook nog mijn lavalamp en dat soort shit. Maar ja, in ieder geval. Ik ga nu slapen. De komende ja, 2 of 1 vlog eigenlijk lig ik nog zo. En de vlog daarna heb ik al mijn nieuwe bed. Dus dat wordt super vet. Dit was volgens mij vlog 58. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Kun je natuurlijk belonen met een blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou volgende week weer bij een nieuwe vlog om 3 uur te zien. Dat zeg ik zoals altijd. Tot de volgende keer. Later mensen. 3, 2,